Nee. Hé, <laughs> hey Blak, Ja. Ik wil eigenlijk even die jongens van die Trado even bedanken met een leuk filmpje. Ja, dat vind ik ook wel uh, een goeie, want ze hebben heel wat dingen voor ons gedaan. Zeker weten. Ze zijn super relaxed. Als je eventjes vraagt van ja, hé, hey, doe eens even verlengen, dan doen ze dat. En ja. ook niet op die manier, maar. Hé, <laughs> <Nee. laughs> hey, Bobby wat bad verlengen. <laughs> nee, zonder gekheid. Ze zijn super, uh, super goed. Uh, ook richting ons. dus uh, ja. En <laughs> daarom wil ik ze eigenlijk een filmpje weer teruggeven. Ik wil gewoon dat we samen. Even, even, we zitten hier op een Nitrado game server. Klopt. Ik heb uh, de Goldcrest Valley uh, map. Heb ik even geopend. puur, mm -hmm. om, puur om te showen. Van, uh, hoe dat werkt met een server. Ja. Als jij uitvalt, of ik uitvalt, de server blijft aan. Dat is het grote voordeel van een, van een gameserver. Ja, klopt. En dan zal ik jullie eventjes vertellen, wat is Nitrado nou eigenlijk precies? Ja, Nitrado oké. is een, ja, een bedrijf, een soort van bedrijf, die allemaal gameservers host, teamspeak servers host. Uh, allemaal dingen wat met, 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 met internet te maken heeft. Ja. Als we eventjes gaan kijken, hè, wat, wat voor ons natuurlijk is, is een dedicated server heet dat. In ieder geval, voor farming heet dat dedicated server. Ja. Dat betekent dus dat die server 24-7 aanstaat. Dat betekent dus dat iedereen elk moment kan joinen wanneer diegene wil. Want de server wordt niet door iemand gehost, maar hij wordt gehost door die Trader. Dus is die altijd 24-7 aan. Ja, en dus, dus daarmee is het grote voordeel van, is een kameraad die eigenlijk altijd host, is die er niet, is die een weekje weg, of is een pc, doet niet, weet ik veel wat. Je, ja. kan, je kan altijd met je farm mooi verder. Hij is altijd aan, altijd online. Het is een computer op afstand. Ja, klopt. He, die, die, die gewoon voor je de, de game runt, zeg maar. Want je kunt namelijk op een dikke server. Oh. dat laten we jullie zo meteen zien. Ja, um, je hebt natuurlijk, hè, standaard heb je de Novka en je hebt de Goldcrest Valley. Maar natuurlijk zou je eigenlijk wel een andere map willen doen. Jeet. Nou, dan laten we jullie ook eventjes zien hoe je een map uploadt. Hoe je een savegame uploadt. Want als jij natuurlijk al door iemand heeft ja. gehost. Uh, he, je bent met een kameraad aan het spelen. En uh, diegene, net als wat Emu's net zei. Ja, hij is er nou niet. Maar ik wil eigenlijk wel graag verder met die savegame. Dan download je die savegame. Die upload je in je dedicated server. En dan kun je gewoon vanaf het begin, kun je gewoon weer... Ja, beginnen waar je bent gebleven. Juist. Ja, verder met waar je mee gestapt was inderdaad. Ja. Ja. Uh, moet je nog even kijken of zegt van, nou, we kennen ook beter net zo goed of. Uh... Uh, oh, ja, we hebben uh, misschien is ad... het wel handig om te zien uh, waar je de kijkers, hè, uh, waar je mensen kunt zien wie er allemaal in de server zitten. Ja. Hoe precies. je kunt inloggen als admin, hoe je dingen ja. kunt aanpassen. Dat uh, ik denk dat dat wel makkelijk is. Juist. Ik heb net de escape al even ingedrukt, dus we gaan even opzij naar inloggen als admin. Ik, ja. heb, ik heb even een tijdelijke inlognaam en die heet ook tijdelijk. Daar kun je ook allemaal straks, komen we ook op terug, kun je invoeren bij uh, Farming Simulator Dedicated Server uh, webpagina. Nou, starten. En ik ben succesvol ingelogd als admin. Ik heb nu ook in één keer alle toegang tot het geld en noem maar op. En Blok ja. is nu ook mijn enige joiner. Die heeft ook de admin. Dat is ook een voordeel. Ten opzichte van iemand joinen. Wij zijn nu beiden de baas. We hebben allebei beschikking tot het maximale geld. Anders heb je altijd de ene heeft het geld. En de andere moet je geld weggeven en uitlenen. Ja. En de... Je bent je nu allebei baas, allebei evenveel rechten. Dus je zo. kunt als, jij, uh, hè, als je op escape drukt, je begint. Want dat is voor iedereen. Je kunt, uh, Ook al ben je geen admin. Je kunt altijd zien wie er in jouw ja. server zit. Nou, hoe kom Juist. je daar? Als je de map hebt, of ik weet niet precies waar je begint, of bij de, 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 het, het hulpscherm, dan ga je gewoon één keertje naar links, of twee keer naar links ligt eraan. Klopt. Dan heb je dus hier, multiplayer overzicht, emus Farming, en tussen haakjes staat daar admin. Juist. En dan kun je dus zien dat de taal, hè, dat die Nederlands is, de speeltijd, acht minuten, en de balans, dat die 22 miljoen heeft. Juist. En als je dus even verder naar rechts, kun je als admin ook de joiners je rechten geven, hè? nieuwe velden, afzonderlijk account, assistent ja. en voertuig aan- en uitzetten ook een voordeel. Ja, dat kun je ook als je dezelfde game host, maar in ieder geval ook als je, zoals ik dus afgelopen maandag met abonnees heb gedaan, zij kon in principe wel een werker inhuren, maar ze kon verder geen voertuigen en dergelijke kopen. We gaan niet diep, 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 diep in de materie, nee. want ik wil ook niet uh, dat iedereen gaat vragen stellen van, uh, nou, noem maar op, uh, uh, hoe werkt dit, hoe werkt hoe, werkt hoe werkt Ja, Zo. we wilden gewoon dat je in, met deze video kan, uh, een, een nitradootje kan aanschaffen je, 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 je game begin, je save game begin, je mods uploaden en dergelijke. Ja. Nou, uh, wat kunnen we nog meer in de game laten zien qua. Oh, hier uh, links onder in je minimap. Ja. Daar zie je de MS. Als je. De ping. Ping, ja, de ping, de milliseconden uh, delay, uh, ja, lag, zeg maar. Hoe lager, hoe beter. Ik zit nu op 19, 18 tot, 2, 18 tot 22. Dat is super laag. Ja, de... hoe lager inderdaad, hoe beter. Ja. Ik zit nu rond de 30 ms, dus dat is 30 ping. Dus alles gaat een beetje, hoe hoger je op ping is, ja. hoe erger de game is om te spelen. Kijk, want als we nu eventjes hier naartoe lopen. Ja, het nou, probleem dat... is wel, in multiplayer, um, balen kunnen wel, maar als je het teveel doet... Ja, ...of de... het nou een host is of dat het nou een dedicated server is... Jongens, één ding. Probeer bijna geen balen te doen of met een hout. Want dat levert lijk op, dat ligt niet aan ja. die trado, dat ligt, dat ligt nergens aan. Dat ligt aan uh, de, 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 de objecten die los liggen in, ja. in, in, ja, in de map. Dat hoe, bedoel, ook hoe op, meer machines, hoe erger het wordt. Dus ja. hou, hou het schoon, hou het netjes. Maar dat, ja, dat lijkt mij logisch. Ja, en wat ik net ook zei, hoe meer machines je hebt, ja. ook hoe erger. Omdat de server, die moet het allemaal doorsturen en allemaal verwerken. En dat kan ja. niet, niet allemaal tegelijk. Of je het nou van die Nitrado hebt, of je het nou van, van Giant zelf hebt. Dat is gewoon een dingetje. Klopt, helemaal. Ja, ik denk dat we naar de user interface gaan, of niet? Hoe jij je account aanmaakt, hoe jij uh, kunt, ja. kunt huren en hoe jij je eigen server kunt instellen. Denk ik. Gaan we Let's doen, go! Ik ga even de spel opslaan. Dat is natuurlijk wel even duidelijk om goed te weten. En uh, verlaten. Als je ja, dus. Um, op een linkje. Op die link klikt van de. Ofwel uh, blocky games ofwel EMU Farming, dan kom je hier. Bij mij is het een bit.ly, dat is voor mij gewoon leuk om te zien hoe vaak erop wordt geklikt. Ja, dat uh, ga ik er ook nog van maken. Nou, ik klik ik aan, kom je hier terecht. Nou Blok, wat moet ik doen? Ik wil inloggen. Ik wil, ik wil iets, ik wil een server. Jij wil wat? Uh, nou, ik zal jullie vertellen jongens, je hebt hier een overzicht van uh, hè, wat een beetje, Waar je dingen kunt instellen. Nou, je kunt kiezen tussen uh, blijkbaar dus minimaal 4 slots en maximaal 16 slots. Juist. Nou, ja. de service is meteen online, je hebt een eigen IP, Hup -hup -hup. dat is allemaal wel hartstikke leuk. Um, maar je, je, wat je ook nog kan met Nitrado, je kan ook meerdere games. Hè? Het is niet alleen de farming game. Kunnen we nee, zo meteen nog wel even de games weer langslopen misschien? Is dat is wel leuk, dat je nog meer ja. meerdere dingetjes kunt... Uh, dat, dus, dat, dat, dat is wel goed. Even kijken, dan heb je dus de prijs per maand. Mocht je dit allemaal willen, uh, het begint dus bij... Je kunt misschien een beetje rekenen dat het ongeveer een euro per... Slot is. Maar dat weet ik niet, want er staat nu hè, vier slots vanaf 4 euro. Ja, precies. Wat je ziet. Maar hier staat, dus, hier staat wel tot maar liefst uh, 10 gig uh, uh, ja. plaats voor mods, maar als je dat aanvinkt wordt deze prijs hoger. Ja, zeker. Maar dat zal je zelf uh, beleven. Als je denkt, van, nou, ik wil gewoon met, met een man of vier, is, is op prima zaad. Uh, twee, drie gig voor een paar trekkersmods uh, te uploaden is ook super. Dan kom je, dan kom je niet, niet super hoog in je, in je maand. Uh, te... nee. de, ma de mappen zijn het ergst. Die zijn het grootst. Ja, precies. Uh, ik ja. ga nu uh, naar mijn uh, diensten. Ik heb dus al iets aangemaakt. Tenminste, dat is, al voor, is voor mij gedaan. Ja. Uh, deze diensten uh, kun je hier als je. De... Normaal, als je dus al wat hebt, uh, een, een account hebt aangemaakt en je hebt je, je farming uh, aangekocht, kun je, kom je in principe, is dit je startpagina? Bij mij ja. in ieder geval. Ja, bij iedereen. Ja, um, nou, zijn dit mijn, uh, game, is dit mijn game server? Is een 16 uh, slots uh, farming simulator. En uh, de Goldcrest Valley, waar, daar staat me net dus op, die is nu uh, actief. Ja. Uh, de looptijd zie je hoe lang is het nog, uh, als het nog uh, geldig is. En je kan hier dus straks gaan we straks heen naar de, naar de web interface van Farming zelf. Nou, hier heb ik nog mijn Teamspeak 3, uh, Voice uh, uh, server. Um, nou, ook hetzelfde verhaal. Ja. Um, ja, Ik wil nog even de. Is dat de serverlijst? Ja, dit zijn allemaal actieve. Allemaal actieve servers. Uh. Ja. Hier, er zijn dus allemaal verschillende games. hè. Minecraft, uh, weet ik het allemaal wel niet. Uh. Ja, Ark, uh, Minecraft, Ark. Uh, CSGO heb je volgens mij ook nog. Uh, er zijn zoveel onverschillende, echt verschillende soorten games waar je uit kunt kiezen, jongens. In ieder geval <laughs> genoeg keus voor verschillende ja. games. Dat kan hij dus allemaal, dat, dat laat je dan op en dat. Dat kun je ook doen, maar wij zijn ben, ben, ben farmers, en ik, dus wij, ben, ja. wij hebben bij uh, hem dat gedaan. Ik wil mijn uh, farm simulator openen. Ga ik hier naar de webinterface? Ja. Nou, dan, uh, om mij uh, gaan we nu naar de webinterface. Ja, en dan heb je, je kunt op twee dingen kun je jouw server starten, waar we dus net waren, en je kunt hem hier aan en uitzetten. Uh, precies, ja. Ik haal het eerst hierheen. Ik Want, ook. Dat uh, is het makkelijkste. Nou, gaan we eerst naar de home van. De, dit, dit is in principe waar je doet. Je, 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 oh, dit het hart van de server. Ja, ja precies. <kuggen> nou, um, we beginnen met... Uh, ik heb hem dus nu aanstaan. Ja. Uh, ik zet hem even uit, want dan kunnen we wat dingetjes... Uh, laten zien. Laten zien. Uh, de admin-paswoord om, om uh, in te loggen was net tij tijdelijk. Hier, ja. is, hier is als je met, met de game inlogt. Dan kun je hier het Game Password kun je van allerlei dingen kun je zelf intoetsen. En hier, hier in detail. Ja. Je kan meerdere save games opslaan op de server. Dat is ook ideaal. Ja, wij hebben Blok en ik waren hier ook nog een tijdje op Sudhemma aan de gang. Heb, ja. ik, heb ik hier ook nog staan, maar ik heb inmiddels heel veel mods hier verwijderd, maar we komen eigenlijk niet meer terug hier op Suriname. Nee, maar dan kunnen we ook nog wel even laten zien, want dan kan hij net zo goed uh, weg bij. Ja, zo is het. Nou, en uh, dan gaan we nog verder naar beneden. Dit was dus de map. Uh, de, bij de matchmaking server daar staat nu Continental Europe. Je hebt natuurlijk in farming heb je verschillende servers. Dus dan kun je kiezen uit Germany, Continental Europe, uh, International. Ja, hier, hier... Uh, maar voor ons is dat natuurlijk Continental Europe. Ja. Waar jouw waar jou server dus te vinden is, in welke server? Juist. beetje dubbelop, maar. Maar je kan hier ook deze server veranderen in bijvoorbeeld Germany, maar ik, ik laat hem hier mooi staan. Ja. Nou goed. Wou ik verder met de mods? <coughs> nou, dan gaan we hier naar de mods. Um, dus in, wij hebben dus afgelopen keer, hadden we de goal rest, daar kun je mods toevoegen. Wij hebben dus nu deze vier. Ja, ik heb er even geen blok bij, helaas, sorry. Nee, het, is, het is toch weer niet te geloven, hè? <laughs> nou ja, maar goed. Dit is, dit is puur een voorbeeldje. Deze zijn actief. Deze zijn uh, geüpload ooit eens. Nou, de Big Bud en de Koon, die zitten standaard op de server. Ja. Maar um, uh, ik, de Optum en de New Holland Combine, die zijn wel geüpload, maar niet actief. En als je dus wil. Um, dat ze meedoen in de game, dan klik je erop en je doet activate en dan zit hij hier in deze actieve mod, de Optum. Ja, en maar moet... dan moet je natuurlijk wel de server voor uit hebben. Hè? Mocht je een mod willen toevoegen, kan ja. toevoegen, moet de server wel uitstaan. Precies, ja. Je, anders je... heb je daar ook geen toegang tot. Nee, daarom. Dus dan kom je hier ook niet, niet bij dit verhaal. Klopt. Uh, ja, dus, um, maar nu willen we ook de, uh, nog een modje bij doen. Maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Of hoe je, je eigen safe game joint. Dat laten we jullie allemaal zien. Laten we eerst beginnen met de belangrijkste. En dat zijn de mods. Nou, precies. Ik wil er een mod bij doen. Gaan we naar de mods. Hier zie je alle mods die, we hem, die wij hem geüpload. T7. <laughs> <Disserven>. 269 fouten. <laughs> Daar kun je dus ook zien ja. welke, welke mod eventueel het ergste lag veroorzaakt. Of wat ja. niet helemaal lekker loopt. Zoals en de T7 van Core. Die heeft 269 fouten. <laughs> Volgens mij was dat ook de, het probleem. Kijk, okay, dan zie je ook wel, dan geeft het dus ook direct aan Space Character not recommended in file name. Maar goed, het, maar mag, wel wat, het goed. mag wel wat issues op hebben als hij het in een game verder doet en je hebt geen probleem, dan kun je het gewoon laten draaien. Maar begint hij wat, ze vervelend te doen, moet je echt uh, serieuze problemen moet je met, met deze knop verwijderen. Ja, klopt. Uh, je kan hier ook mods die in de mod hub staan, deze toch? Ja, dat is uh, als je heel... Iets... Het zijn ongelooflijk veel mods. Uh, maar als je iets verder naar boven gaat, weer naar het begin gaat, heb je dus ook gewoon de categorieën die je dus ook in de modhub hebt staan. Ik vind dit eerlijk gezegd wat lastig, want ik doe altijd mijn eigen mods erin, dus ik moet helemaal naar beneden. Ja, klopt. Maar als je dus een, zelf een mod wil uploaden, moet je dus helemaal onderaan hier een mod uploaden. Ik, uh, ik zal even een bestand kiezen. Dit zijn mijn mods op dit moment. We doen even een, een, een simpel matje, de, de GPS. Die is maar 142k, dus die is zo geüpload. Ja. Uh, we doen de GPS er even in. Openen. Staat hij hier. Upload. En dan, en dan kun je. Ja, normaal gesproken kun je ook links onderin. Als je gewoon gebruikt, kun je links onderin zien. Nu, omdat dit een kort een ja. klein bestandje is, kun je links onderin zien hoe lang het nog duurt. Dat stond hier, maar dat was maar ja. een seconde. Maar uh, hier staat hij als het goed is in onze mat, de GPS mat als jij een mod uploadt, is die nog niet geactiveerd. Maar als je nee. GPS-mod, zie je ook Active No staat bij. Precies. Dus die moet je, weer, hè, moet je die weer uh, activeren. Dan nou, doe homeschool? je dat ook weer waar we net waren. Precies. Uh, wacht even. Het ging misschien te snel. Ik wil er nog een modje bij. Dus we moet, ik vind jammer dat je dit niet kan minimaliseren. Gewoon even. Ja, ben ik mee eens. Ik moet, je moet altijd hier even. Het. We doen er nog even een modje bij. Dus hier. Dit zijn de mods die ik al heb geüpload. Dit zijn de mods in de modhub. Ik wil zelf nog een bij die er, nog, die er niet bij staat. Hier bestands kiezen. bestandskiezen. Uh, je iets van Block doen. Ja, dat is wel leuk hè? Doe maar. De Duitse 9-serie van Bloggy Games. Die Doe acht, maar eens in. 68 megabyte. Nou, we gaan zien hoe, de, hoe lang het duurt. Die. Openen. Gaan we kijken hoeveel issues deze heeft. <laughs> 86, nee, weet ik niet. <laughs> nou, upload. Het, ja. De ene keer is het nog dan. Juist. En dan gaan we hier weer heen. Dat is een beetje onnozel. Uh, uh, deze serie van Blokkie staat in de lijst. Is nog niet actief. Uh, we willen trouwens, we, we, ik heb te veel uh, mods in mijn, uh, in mijn pakket. Dus die T7 heeft mij te veel issues weg. Kun je zo op deze druk en vloer weg. Hij is van de server af. Ja. Je krijgt niet even van een idee van uh, weet je het zeker? Nee. Hij is direct weg. Hij is direct weg. Ehm, um, wilden we nog even die mod activeren? De deuts en de gps. Gaan we naar home. We scrollen hier. Hier staan dus de actieve mods die nu in de Goldgrass game zitten. En de mods die klaar staan om te worden geactiveerd. Deze deuts en de gps. Activate. Activate. En dan staan ze in de geactiveerde mods. En nu staat hij dus in deze save game als je deze nu start. Of save eerst. Ik doe altijd MC voor de zekerheid. Ik, ik ook. Altijd voor de zekerheid. Altijd eerst even safe. Ja, en dan gaan we start. En dan staan deze twee mods in the game. de game. in. Klopt. Um, Kijk, ja, dan kun je nog je eigen save game kun je nog uploaden. Ja. Het werkt in principe hetzelfde als MOS. Ik heb hier twee save games. Save game 1 en save game 2. Dus ik wil save game 3. Save game 5 is. Mijn testmap. Dit is Goldgrass Valley. Dus dat is op zich wel mooi. Als je dus. Um, deze save game wil uploaden, moet je er een sip van maken. Klopt. Ik doe dat altijd zo. Toevoegen aan een archief. Save 5.zip. En dan is het oké. Okay. That's it. Meer hoef je niet te doen. Dus ik ga nu even uh, bestands kiezen. Ik doe uh, Farming Simulator, Save game 5. Die. Openen. Ik moet, hem, ik moet nu niet zorgen dat ik hem op 1 of 2 doe. Nee, want dan wordt hij overschreven. En Savegame 2 zou weg kunnen, maar... Ja. Oké. Okay. We doen Savegame 3. We hebben nog genoeg over. Savegame 3, die is leeg. Dat weten we. Die hebben we... De Savegame 5 van onze thuisbasis hebben we geüpload. En daar staat hij. Mijn mod... Mijn, dit is mijn testmap. Ik heb hier altijd... Uh, hier check ik mijn mods. Dus ik heb hier uh, veel geld en weinig pushpas. Ja. Um, nu staat save Game 3 erop. Gaan we even naar de home menu? Kunnen we nu ook selecteren save Game 3? Ja, klopt. En zo kun je dus 20 Safe Games. Nou, dat is, dat is genoeg hoor. Want je... Dat is uh, voldoende. Niemand die doet 20 Safe Games in een server. Nee. En je kunt altijd. Uh, daar zijn we net ook voorbij gekomen. Mocht jouw map een een rotzooi zijn. Of jouw server is het niet opgeslagen of iets dergelijks. Kun je altijd een uh, backup terugkrijgen? Dat doe je door middel om naar Save Games te gaan. Ja. En dan heb je Restore Save Game Backup. En dan kun je dus alle backups zien. Uh, wat de server heeft gemaakt. Dus dan doe je natuurlijk de meest recente. En dan kun je gewoon ja. uh, verder op, op, de, op de map zelf. Mochten er problemen zijn. Dat is een hele goede. Die had ik nog niet. Uh, uh, ja. Dus. Ja, um, dus was dat alles? Dus ik zou zeggen, jongens. Uh, Mocht je een eigen dedicated server hebben voor farming of voor Minecraft of whatever game je ook speelt, klik eventjes op het linkje in alle twee de beschrijvingen. Zowel bij uh, Emu's staat het er altijd vast in, ja. en bij mij staat het ook altijd vast. Klik eventjes op het linkje en dan uh, komt z het helemaal goed. Wij worden er niks rijker van. of wat nee, dan ook. Het, is gewoon, het uh, is gewoon leuk omdat ze ons dit aanbieden. Vinden wij het gewoon fantastisch om iets terug te doen. Ja. En dat is op zijn minst wat we kunnen doen. Daarom. Ehm, um, ja, verder is het eigenlijk... Nou, we nee, kunnen we, we nog we wel even uh, naar de game toe, of we überhaupt wel GPS in die deuts, of die er wel is. Ja, dat is misschien wel uh, een dingetje. <laughs> dat is een dingetje. Dat heb het natuurlijk wel nog laten zien, maar <laughs> werkt het ook? <laughs> dus we gaan de Nitrado gelijk even op de test gooien. Ik start de server en onze ja. game password is nog steeds hoi en onze admin is tijdelijk. Gaan we checken. Start de server. Uh, F12, 11, hè? Zo. En yes. de, <laughs> dan komen we over drie telden weer terug. Continental Europe hebben we net besproken. Starten. Administrator Gameserver. Starten. De game naam was Hoi. Het spel wordt geladen. Nou, ik kan ook joinen. En ik zit in de game. Bye. En uh, nu moeten we dus nog eventjes inloggen. Als Helpman. administrator. Dat was euh, tijdelijk. We starten. Succesvol ingelogd en we zijn weer toegang baas. tot alles. Nu gaan we in de winkel kijken of de Duitse er is. Ja! <laughs> de Duitse Nike-serie van de blak. Maar zit er GPS-motor ook in dan? Dat, dat, dat ga ik vanuit, die ga je maar komen. Een zwarte blokje, Duits, uh, kopen, ja, oké. Okay. Taap, shift, taap. Nee! Hij hey, zit erin, jawel. En we gaan op GPS ervan door. Hey, Zo makkelijk het, is het eigenlijk. Van... Oh! Zo makkelijk is het dus eigenlijk om een dedicated server voor elkaar te flansen. Zo is het jongens. Ja, deze heeft één issue. Maar ah, dat is weg <laughs> zelf? Nee, dat <de> klakt zo. <laughs> ah, dat is toch heerlijk. <laughs> zo is, dom, is zo leuk. Maar. Ik krijg nooit kleins, maar nu begint de eerste, denk ik. <laughs> nou jongens, helemaal goed. Uh, dus, uh, dus uh, ja, ja, ik zou zeggen, uh, jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En allemaal, <laughs> de linkjes, die staan uh, alle twee in de beschrijving. Bij Emu's in de beschrijving standaard bij elke video en livestream ja. en bij mij ook. Dus uh, ja, ik zou zeggen, neem gerust een kijkje. Kijk een beetje van wat je wilt hebben. Ja. En, uh, en, on, 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 anders maak gewoon een, een gratis accountje aan. Je kan al, dat kost niks, dus je kan, dan, ja. heb je, dan heb je in ieder geval al stap 1 gezet. Daarom. Dus uh, kijk gewoon hem rond en uh, mag niet uit uh, via welke weg, als het maar via onze weg gebeurt. Ik wil net zeggen. En dan uh, wil ik een hele leuke aansluiten. Uh, jongens, bedankt voor het kijken. Uh, vergeet natuurlijk niet te liken. Vergeet niet te abonneren en dan uh, zal ik zeggen, uh, tot de volgende keer. Zo doen we het. <laughs> dan word ik mijn beast, ik wil nog een één keer geven. <laughs> Zo. Nou, no, jongens, ja was... groetjes. Yo, yo. <laughs>